Hi, ik ben Inge Bontond, 54 jaar oud. Ik ben zangeres en als ik niet op het podium sta, dan sta ik achter de bar als buffetjevrouw. Hoe is de liefde voor de muziek bij jou begonnen? De liefde is toch wel thuis begonnen. Want mijn vader die had echt wel een hele goede smaak qua muziek. Was een hippie. Dus die had al Poco, de Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. En dat draaide hij vaak op zondagochtend, was hij een soort van een DJ. Dus dan kwam ik dus uit bed en dan sprong ik op de bank en dan ging ik met de muziek mee zitten wiebelen. Met mijn duim in mijn mond en ik werd altijd gehypnotiseerd door de muziek. En ik kreeg uiteindelijk een vriendje en die was muzikant en die nam ook vaak platen mee en van Bonnie Raitt vooral en die hoorde mij altijd meezingen en toen zei hij, jee Inge, jij hebt een mooie stem, je hebt een mooi geluid. En hij had toen een bandje en daar ben ik toen bij begonnen met backing vocals, achtergronds. En dat was een Little Feat coverband en toen weet ik nog, de allereerste optreden was in Exit. Ik was nog nooit in Exit geweest. En daar stond toen de tijd de crème de la crème van de Rotterdamse muzikanten. Was ik me totaal niet van bewust. Wist ik ook helemaal. Ik denk dat ik toen pas 16 was. Ja. Na afloop ging ik een cola halen. Ja, cola, let op. Aan de bar. En toen werd ik echt bejegend, belaagd door allerlei verschillende muzikanten. En zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Zo is het balletje gaan rollen. Op een gegeven moment ben je ook bij Herman Brood en His Wild Romance terechtgekomen. Ja, Herman die had mij al een beetje zo gespot. En toen speelden we een keer met I've Got the Bullets, speelden we ergens. En toen had Herman me ook gezien en toen had hij tegen Koos gezegd, die blonde, die wil ik. Nou, en toen werd ik op een maandagavond gebeld door Koos van Dijk. Zo van, met de manager van Herman Brood, zou jij misschien, Herman Brood zou het leuk vinden om jou als backing vocal, of je een auditie wil doen. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk wel heel graag. En dat weet ik nog, want toen ging ik auditie doen bij Herman in Amsterdam. En de hele band was erbij en ik was hartstikke nerveus. Ik had me helemaal mooi aangekleed, heel mooi wit kokenrokje. Dus we waren daar bij Herman in zijn huis, boven, in zijn huis. En we gingen één nummer doen. Eén. En toen zei hij, ik geloof Saturday Night of I Love You Like I Love Myself. En toen zei hij, ga je mee kontje? Ik vind het wel genoeg, gaan we wat drinken? Dan kan ik je een beetje beter leren kennen. En dat vond ik echt een belediging. Ja? Weet je, ik dacht van, ja, wat is dit nou? En daarna, het eerste optreden, dat was in Nighttown in Rotterdam. Ja. En er kwam iedereen, want iedereen was best wel trots van Inge, die speelt bij Herman, te gek, we gaan kijken. Maar wel, ik had natuurlijk maar één nummer gerepeteerd. Dus ik had zelf thuis huiswerk gedaan uit al die nummers die je had. Je had nog nooit met die band gerepeteerd? Ik had nog nooit, nee. Dus toen stond ik daar in Nighttown en met Lies Schilp samen. En wij hadden wel, ik had wel goed voorbereid thuis, maar hij heeft een scala van nummers. Dus het is maar net de vraag welke nummers die gaat doen. Nou, daar heb ik me echt kranig doorheen geslagen. Maar op een gegeven moment begon echt dat intro van Saturday Night. Weet je wat? En ik sta naar Lies te kijken. Ik zeg, Lies, ik zeg, welk nummer is dit? Toen zei ze, Ing, dit is Saturday Night. I just can't wait. Hey, honey. Lies en ik namen het heel serieus in het begin. Dan gingen we echt keurig naar ons hotel. En op tijd naar bed met maskertjes. En dat we de volgende dag weer fris in de bus stapten om naar het volgende optreden te gaan. En die gasten die zaten dan met een kater, dan rook je die drank en die zaten in de bus. Maar die hadden de leukste dingen meegemaakt.
Ja. En op een gegeven moment zei Lies van, moet je ons nou zien, joh? Zitten we hier als twee golden girls, weet je wel, in de beste rock'n'rollband van Nederland, zitten we hier een beetje te tutten, weet je wel. En nou, toen dachten we van, hey. En toen zijn we ook gewoon altijd, iedere avond, gewoon gaan stappen. Ik ga niet zo een paar wochten zeer verliefd, oh nee, ervoor overigens. Trots de zingen we een stuk. Hij hield wel van dat Rotterdamse no-nonsense mentaliteit, poespas. Hij vond altijd dat ik altijd mezelf, dat vond hij leuk aan mij. Ja. Maar ik vond het helemaal niet leuk dat hij mij leuk vond. Ik raakte daar een beetje verlegen van. Ik vond het niet fijn. Maar hij deed wel van alles om het toch de aandacht te krijgen. En dat deed hij altijd wel op een hele leuke manier. Dus ik heb al heel wat post onder mijn hoteldeuren geschoven gekregen. Hier bijvoorbeeld kreeg ik er weer eentje. En dan staat erop... Rugwassen? Vraagteken. En dat kreeg ik allemaal niet op één. Nee. Ook dit soort dingetjes kreeg ik ook. Ja, het is misschien... Subtiel verzoek, zeg maar. Ja. Inge, wilt u mij afpijpen, SVP? Kreeg ik allemaal onder de deur geschoven. Nou, allemaal gedichten. Lieve Inge, grapjes, ik vind je leuk. Nou ja, dit soort rommel allemaal. Heb ik allemaal bewaard. Heel en je erg bent leuk. Nooit voor hem gezwicht. Je dacht nooit voor hem gezwicht, nee. Je bent nu bezig met de afscheidstournee van Girls Wanna Have Fun. Hoe lang zit je daar al bij? 25 jaar. En wat is het precies, Girls Wanna Have Fun? Nou, dat is dan een grote vrouwenformatie. En dat begon met 2 of 3 optredens per jaar. Mm-hmm. En ja, dat werd zo'n succes en iedereen ging dat zo ontzettend leuk vinden dat we daar nu 25 jaar verder zijn. Vind je het jammer dat jullie gaan stoppen? Ja, aan de ene kant wel, tuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, ik begrijp het ook wel. Weet je wel, je moet een keer stoppen. Je hoogtepunt moet je stoppen. Nou, dat hoogtepunt hebben we al gehad. Dus ja, het is gewoon mooi om het nu af te sluiten. Ja. Belangrijk voor jou om te blijven zingen? Ja. Ja, ja ik wil nog niet. It's too late to stop, nou, zou ik maar zeggen. Ja, ik wil nog wel een tijdje doorgaan. Rock'n'roll, ja, rock'n'roll. Ja, dat zit toch wel in me een beetje. Ja, jij rockt gewoon nog lekker wel, door. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Inge, het is kans nu.